We staan hier vandaag bij tennisvereniging De Merenwijk. Deze zomer speelde ik hier nog een paar leuke wedstrijden op het Druiventuintoernooi. Maar vandaag is het te koud om te tennissen. En bovendien kan er niet getennist worden in de winter. Want de gemeente beheert deze velden niet tussen oktober en april. En daar willen de verenigingen, de tennisverenigingen in Leiden die op gravel spelen, graag veranderingen brengen. Die willen graag meerdere maanden in het jaar kunnen spelen. Die willen graag hun eigen onderhoud van de banen doen. En die willen graag voor zelfstandigen. En daar is de afgelopen jaren veel over gesproken. Een aantal jaren geleden een Unicum-voorzitter die daar heel hard voor heeft gepleit. Diezelfde Unicum-voorzitter is nu onze wethouder sport hier in Leiden. En die is nu bezig om dit tot uitvoer te brengen. Allemaal mooi en aardig zou je denken, maar toch is er wat onrust ontstaan. Want veel tennisverenigingen proberen nu afspraken te maken met de gemeente, maar komen er niet helemaal uit. Hebben nog discussies over hoeveel huur ze moeten betalen, hebben discussies over of ze wel hoeveel ze moeten betalen voor het park. En dat is natuurlijk jammer, dus daar is nu discussie over. En daarom is er vanavond een inspreker bij ons als gemeenteraad. Als bij de commissievergaderingen mogen er altijd mensen uit de stad komen inspreken als zij vinden dat de gemeenteraadsleden iets moeten weten. Als ze denken dat de gemeente hun niet goed behandelt, of ze denken dat er iets beter kan, is er altijd de mogelijkheid voor burger aan het woord, waar mensen langs kunnen komen en die dan met ons hun van gedachten kunnen wisselen, waar we vragen kunnen stellen. En vanavond is dat de voorzitter van tennisvereniging De Merenwijk. En ik ga hem graag aan jullie voorstellen dat hij kan vertellen wat hij graag vanavond aan de gemeenteraadsleden gaat vertellen. Goedemiddag, welkom bij tennisvereniging De Merenwijk. Mijn naam is Jan Koppenol en ik ben de voorzitter van deze mooie tennisvereniging. Centraal gelegen in De Merenwijk en wij vullen hier een belangrijke maatschappelijke functie. We zijn immers de enige echte buitensportvereniging in De Merenwijk. En nagenoeg al onze 600 leden zijn ook woonachtig in deze wijk. We zijn blij dat we met de gemeente in gesprek zijn over de verzelfstandiging, maar dit dossier baart ons ook wel zorgen. Met name vanuit een financiële optiek. Wat zijn onze zorgen? De belangrijkste zorgen zijn dat de gemeente aan de tennisvereniging een hoge huurprijs vraagt. Dat de gemeente aan de tennisverenigingen een hoge prijs vraagt om de tennisbanen te mogen overnemen. En wij moeten ook nog extra gelden reserveren om straks het volledige onderhoud en alle zaken te kunnen uitvoeren. Voor deze tennisvereniging betekent dat een post van ruim 100.000 euro. En dat kunnen we domweg niet betalen. Het gevolg kan zijn dat de tennissport onbetaalbaar wordt. En in extremis zou het kunnen betekenen dat deze tennisvereniging ophoudt te bestaan. Nou, dat kan toch niet de bedoeling zijn. En deze zorg zal ik vanavond uiten bij de commissie van de Leidse gemeenteraad.